Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 64 hier in Abu Dhabi. De laatste ronde van seizoen 4 gratis beginnen en misschien kunnen wij vandaag wel dat record van Sebastian Vettel gaan evenaren, namelijk 9 achtereenvolgende overwinningen. Portugal was een extreem goede race voor ons, wonnen daar voor het eerst op dat circuit de wedstrijd en pakte ook de constructeurstitel. Dus nu is het alleen maar hopen op deze race overwinning. Maar goed, heb jij dus die vorige video in Portugal gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan rechtboven het ietsje. Klik erop en zet die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F122. My Team Career content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Er komen geen updates meer aan, we kunnen ook niks meer updaten. Dus dat volgt allemaal zij in seizoen 5. Staan er wel goed voor, komen nog een updates aan, maar die zijn dus voor later seizoen, kunnen ook niks meer bijkopen. Komt een nieuwe gearbox in de auto en een nieuwe turbocharger. Dus dat zou de auto gewoon weer sterker moeten maken. En bij de kampioenschappen dus binnengehengeld. Een extreem dominant seizoen, maar eerst de laatste kwalificatie voor aflevering nummer 64. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier in Abu Dhabi. Het begint al niet zo best, want we schieten daar wat door. En dat heeft ons wat tijd gekost ingaan op het rechte stuk. Eerste bocht missen we ook. Verlies van Downforce daar helaas. Nemen we daar het paaltje mee om zoveel mogelijk de binnenkant te snijden en noteren paars in sector 1 met een 17.626. Daar helaas de muur aangetikt en hier gaan wij downforce verlies krijgen, gaan daar gewoon wijd en proberen dit nog om wat tijd neer te zetten en dat is een 1.24.818. Zijn we aanbeland bij het einde van Q1 met nog ongeveer 1 minuut en 50 seconden op de klok. Kijken waar wij kunnen gaan staan. Op dit moment een 9e positie. We gaan daar iets te wijd. En dat is jammer. Er zit een 10e boven. Op onze eigen tijd. Ik zeg het goed. En met nog ongeveer 30 seconden op de klok gaan we ons wel verbeteren. Met rood in sector 1, groen in sector 2 en groen in sector 3. Een 8e tijd in Q1. Goed gedaan. En dan zijn we aanbeland bij Q2. Met nog ongeveer 1 minuut op de klok. Kijken of wij door kunnen komen naar Q3. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Daar pakken we mooi het binnenste paaltje. En dit keer gaan wij niet te wijd. En zetten paars in sector 1 neer. Nog ongeveer 50 seconden op de klok. Sector 3 gaat daar niet zo makkelijk. Wat een daar. De muur aangetikt. Dat gaat ons ook tijd wat kosten helaas. En dan laten wij een 1.24.3 noteren op een P12. Een 12e positie voor ons. En dat is ook waar we staan. Voor de grid. Leclerc naar 1 in Q2. Michael Schumacher is door. Maar wij starten helaas op de 12e positie. Het is wat het is. Pijnlijk op 1.3 van Charles Leclerc. Ja, en Schumacher is gewoon ruim 16e sneller. Die is precies 16e sneller. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Maar goed, kan gebeuren. Nu is het op naar de race voor de laatste aflevering van seizoen 4. Daar gaan we dan. So here we are, ready to go racing for one final time this year. Another season of victories, controversies and rivalries lies in our wake. And just one challenge remains here in the United Arab Emirates on a circuit that made its spectacular debut back in 2009. Welcome to
to the Abu Dhabi Grand Prix. The drivers will be racing here at Yas Marina Circuit through 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are a few opportunities to pass, with long straights and DRS zones in two places, turns 8 and 11. Plenty of close racing then, plenty of speed and plenty of drama to be found in the laps ahead. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lando Norris will lead us away from pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, George Russell, and Fernando Alonso. Sainz, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. The Professor, Teo Porcher, and Daniel Tictum. Schwartzman, Tsunoda, Esteban Ocon, and Stroll. Latifi, Michael Schumacher, Mick Schumacher, and Oscar Piastri. Albon, Magnussen, Joe, and Pierre Gasly picks up the final grid slot today. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. And our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Okay, this is the final race of the season. Just get out there and enjoy it. Geniet ervan, laatste race van het seizoen, zegt Mark. Medium hard is de strategie, neem er extra brandstof mee om wat harder misschien te kunnen pushen. En dan gaan we beginnen voor de formatieronde voor de allerlaatste race van seizoen 4. We vertrekken dus op de 8e positie omdat een aantal mensen gridstraffen hebben gepakt. Nou, heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten. En dan komen we aan bij de grid. We trekken dus vanaf een 8e positie. Hopelijk werkt de strategie en kunnen wij misschien naar een podiumplek toe rijden. Komen we goed in de gridslots terecht, dan is het wachten tot de laatste auto bij zijn slot is aanbeland. En dan gaan de lampen aan voor de grote prijs van Abu Dhabi. Voor aflevering nummer 64, de laatste race van seizoen 4, gaat op het punten beginnen. Beide kampioenschappen zijn al binnengehaald. Nu is het alleen knokken, misschien voor de race-overwinning. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg komen. Niet zo goed weg. Russell al heel goed weg. Sorry, tikte hem al heel goed weg. En dat is een touché met de jonge Brit. Daar aan de binnenkant van Poortje. Dat was ook een touché namelijk. Hier aan de binnenkant van Ocon. Lukt net niet. Ocon heeft het lastig en Russell zit aan de binnenkant, is er voorbij. Alonso naar P7. En daar vallen we de twee auto's aan. En dat is ook een touché met George Russell. Is geen probleem. We mogen gewoon door. Maar de banden zijn nog koud. En Sainz naar een P5. Dat gat is al 18e. Waarom? De rest is allemaal heel snel op dat rechte stuk. We zitten in ronde nummer 5. Als we verlost zijn van Fernando Alonso. En Sainz zit achter Leclerc en die kunnen we hier misschien aanvallen aan de binnenkant. Jazeker, is geen ruimte. Toch vinden wij de ruimte. We duwen hem gewoon helemaal wijd. Maar nu heeft Sainz DRS. Dat is 18e. En Leclerc volgt op P4. Nog eens aan de leiding. Perez 2, Verstappen 3. Leclerc 4, beide naar een P5. Sainz 6, Alonso 7. Nog 24 rondes te gaan in de race. Zitten we in ronde nummer 8 als we Leclerc ook zijn gepasseerd en de beide Red Bulls knokken voor P2. En misschien kunnen wij Perez hier gaan aanvallen. Met overtake. Lukt niet, hebben maar weinig ERS over. Leclerc en Verstappen, zij aan zij. En Verstappen geeft niet op. Samen door die bocht heen. Is allemaal goed. En Perez naar P2 heeft Max ingehaald. En nu moeten wij zo snel mogelijk voorbij Verstappen. Want dit gaat voor de race-overwinning samen met Lando Norris. En die rijdt al flink aan kop. Dat gevecht met Max en Perez. En daar zitten we aan de binnenkant bij Verstappen te kijken. Jazeker, dat is P3.
een podium in handen. Nu op naar Sergio Perez in ronde nummer 9. Latifi heeft iets gedaan en rijdt helemaal achteraan. Volgens mij heeft hij iemand geraakt in de openingsronde van de race. Gat naar Perez is 17e. En noteren rood in sector 1. Norris is al 5.4. Wordt alsmaar groter en groter. Hebben wel DRS. En rijden misschien naar Perez toe. Gat is nu 15e. Laten het liggen op de sector. Op de exitsnelheid. Sorry, excuses. Op de sector. En daar zit Verstappen. Misschien te kijken. Wij verdedigen die binnenkant. Max naar de buitenkant. Het gaat ons tijd kosten ten opzichte van Perez. Maar duwen Max daar mooi wijd. En dat is nog steeds P3. Jazeker. Ronde nummer 14. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Rijden aan de leiding. Norris en Perez zijn al naar binnen gedoken. En wij komen denk ik terug achter Charles Leclerc. Dus laten we zeggen dat dat een P4 wordt, P5. Sainz is ook naar binnen. Michael Schumacher ook naar binnen. P3, goede pitstop. Perez komt voor ons weer de baan. Hetzelfde geldt voor Lando Norris. En waar zit Leclerc? Die zit daar aan de binnenkant. En Leclerc heeft die positie behouden. En wij komen pal voor de deur bij Verstappen weer de baan op. Max zit te kijken aan de buitenkant. Lukt niet. En Perez, dat gat is 6.5. Wordt groter en groter omdat Verstappen hier ons gaat aanvallen. Wij verdedigen die binnenkant. Max kan er niet voorbij. En daar vallen we Leclerc aan. Jazeker, komen van heel ver. En moeten die plek niet teruggeven. Maar Leclerc is al snel, jazeker. Wielen haken een beetje in elkaar. En Leclerc is er voorbij. Maar wij pakken hem daar mooi terug. Jazeker, P3 voorlopig. Perez volgt op 5.4. Sorry, 6.4 zelfs. Dus dat gat is denk ik te groot om naar hem toe te rijden. En helemaal voor Lando Norris. 11,2 seconden is het gat. En Norris noteert ook even de snelste raceronde met een 1.26.3.1.3 volgens mij. En geel. Gele vlag in sector 1, want Norris heeft pech en valt stil in ronde nummer 16. Norris uitgevallen, Perez dus nu aan de leiding. Wij komen op P2 te liggen. En kunnen nu een aanval gaan openen naar Sergio Perez. Alhoewel dat gat is groot, 6.1. Ik denk niet dat we dat nog gaan goed rijden in de laatste 13 rondes van de race. Groen in sector 1. Goed gedaan. Nou, Alonso is 2.2. En die houdt Verstappen op. En zitten we in ronde nummer 20 van de race. Als het daar geel is in sector 3. En het is Alexander Albon die uitvalt. Of hij is doorgereden. Ik weet niet in welke auto Albon reed. Maar die McLaren rijdt weer. Het is daar nog geel. En nu weer groen. Nou, Perez is 5.7 in ronde nummer 20. Nog 9 rondes te gaan in de race. En hebben ook echt nauwelijks ERS meer over om mee te spelen. 4%. Dus eigenlijk is dit een verloren race voor de overwinning. Ik denk dat Perez hem gewoon binnen gaat rijden. De reeks is doorbroken als het zo zou gaan eindigen. Jammer. Maar mogen toch nog tevreden zijn. Hebben een P2 in handen. En noteren een 1.26.7. Zijn 0,3 langzamer. In ronde nummer 21 nog 8 rondes te gaan. En Verstappen duikt naar binnen. Max Verstappen duikt naar binnen. Voor een bandenwissel. Interessant. En we zitten alweer in de laatste ronde van de race. We zijn wel dichter naar Perez toegekomen. 2.2. Maar daar hield het ook een beetje bij.
zijn nooit echt naar Perez kunnen toerijden. Dat was altijd 1,92 seconden. Dat is nu weer 2 seconden. Perez doorbreekt de zegenreeks van ons. Eindelijk wint hij een grote prijs in seizoen 4. Heeft er 16 races op moeten wachten. Wij finishen op een P2. Voor het eerst pakken wij een podiumplek dit seizoen. Met als snelste raceronde goed gedaan. Sluiten het seizoen mooi af. En is het op naar seizoen 5. Top job, my friend. Top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you pulled through. Thank you very much. That's it then. They've taken the win here as we wrap up another fantastic Formula 1 season. So, Anthony, what made the difference out there today? I think it was clear what the main contributing factor out on track was: speed. I know it sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de grote prijs van Abu Dhabi. Perez wint zijn eerste race van het seizoen. Doorbreekt de dominantie van ons. Wij dus naar P2 van P8 met de snelste raceronde. Alonso naar het podium. Schumacher pakt P6. Goed gedaan. Twee uitvallers. Albon en Norris. Albon reed voor Aston Martin. Dat wist ik dus niet. En ja, Max komt 2 punten tekort. Voor P2. Wij dus coureurskampioen en constructeurskampioen Alpine pakt nog even Mercedes. Extra pijnlijk voor het Duitse team. Niet voor het eerst dat een Franse een Duitser verslaat. Maar goed, het team McLaren is gewoon goed. Level 20, mijzelf level 19 Schumacher. Level 26 het team. Helaas hebben wij van één sponsor niet geld binnengekregen. 1,18 miljoen erbij. Schumacher en ik hebben helaas schade gereden. 50.000 erbij. In totaal op de bank $22,6 miljoen. En tegen het einde van het seizoen komt er altijd extra geld bij vanwege de sponsoren en de uitslag van het coureurs- en constructeurskampioenschap. Dus ga er maar vanuit dat wij minstens 70.000 zo meteen erbij hebben als het nieuwe seizoen van start gaat. Maar goed, ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me wat je leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F122 My Team Karim content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was Jan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.